Goedemiddag iedereen. Welkom op het webinar uh, werken met de nieuwe versie van het kwaliteitshandboek op vrijdag 10 juni 2016. Mijn naam is Niels Rintjes en ik ben vanmiddag de host van het webinar. Dit webinar is gezamenlijk georganiseerd door Spotomedics, Visoptima en InPraktijk. En tijdens dit webinar bespreken we de gezamenlijk op de achtergrond uitgevoerde verbeteringen in het kwaliteitshandboek van uw praktijk. Voor het werken met de nieuwe versie van dit handboek uh, is een nieuwe handleiding samengesteld. En in uh, dit webinar gaan we de werkwijze doornemen met u. Zoals ik net aangaf, het uh, webinar wordt georganiseerd door Spotomedics En als inhoudelijke deskundige zitten naast mij Wilco Hamoen van Spotomedics en Mans de Kogel als Visoptima-praktijkcoach. Beiden zullen in het webinarprogramma aan het woord zijn en het webinar uh, verzorgen. In de uitnodiging die u heeft ontvangen, stond de duur van het webinar onjuist vermeld. Wellicht is dit u uh, bij het ontvangen van de bevestigingsmail uh, wel duidelijk geworden. Het webinar duurt namelijk van 12 tot 1 en niet van 12 tot 3 uur. Excuses voor deze miscommunicatie. We kijken even hoeveel praktijken zijn ingelogd, de groep is nog niet compleet. Ik zie dat er op dit moment 25 praktijken zijn ingelogd. Lijkt me ook een goed moment om direct te testen of om iedereen ons goed verstaat. En ook uh, de slides ziet. Zouden jullie dat uh, kunnen laten weten aan de rechterkant via het control panel? Daar staat namelijk een question-functie en uh, daar kunt u dat laten weten. Fijn om te horen dat we de berichten binnenkrijgen dat iedereen ons goed verstaat. Ik ga er dan ook vanuit dat dit geldt voor de hele groep en dat we van start kunnen gaan. Tijdens het webinar kunnen er vragen gesteld worden. Dat kan ook aan de rechterkant, daar vindt u waar u net heeft laten weten of u ons goed verstaat, daar kunnen vragen gesteld worden. En aan het eind van het webinar zullen we ook een moment inplannen om die vragen weer te gaan beantwoorden. Aan de rechterkant vindt u ook uh, de handout. Daar is één bijlage bij gesloten. Dat is namelijk het werkwijze document. Wellicht dat u die ook in uw praktijkomgeving uh, al heeft kunnen vinden. Maar mocht u het prettig vinden, klikt u op uh, de link. De bijlage wordt geopend en u kunt hem op uw lokale computer downloaden. Tot slot zal er aan het eind van het webinar een mail verstuurd worden of uh, direct geopend worden in uw uh, scherm. En daar vragen wij uh, u om uh, het webinar te beoordelen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan onze gasten van vandaag, Wilco Hamoen en Mans de Kogel. En uh, Wilco, aan jou eerst het uh, woord. Oké, okay, dankjewel Niels. Um, ik wil uh, vooraf een, uh, een, een kleine introductie doen. We hebben begin oktober een uh, nieuwe versie van de handboek software gelanceerd. Hierbij zijn alle basis- en praktijkprocedures omgezet van Word documenten naar... Online documenten, zoals wij dat noemen. Grote voordeel hierbij is dat het up- en downloaden van documenten niet meer nodig is, zodat het proces van aanpassen van procedures sneller verloopt. In die omzetting zijn ook de bijlagen meegenomen, die achteraf gezien lang niet allemaal geschikt waren om te zetten naar online documenten. Dit hebben we in de voorbereidingen onderschat. Daarnaast hebben we de mate waarin de individuele handboeken van de verschillende praktijken afwijken van het standaardhandboek niet goed onderkend, met als resultaat dat bij veel praktijken het handboek niet meer goed stond en voor een belangrijk deel niet meer bruikbaar was. Een nieuwe geautomatiseerde conversie was niet meer mogelijk en we hebben dus in de afgelopen periode handmatig alle handboeken van de individuele praktijken gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Bij de meeste praktijken staat het handboek, handboek nu in de oude staat, maar in de nieuwe versie van de software. Het beoordelen of het handboek helemaal compleet is en helemaal goed staat, is uh, voor ons ook heel lastig gebleken. Heeft veel ener energie en tijd gekost. Maar ook voor jullie als, uh, als partners, gebruikers van het handboek, heeft het uh, in, uh, in, in veel gevallen uh, uh, veel energie gekost. Dat betreurt ons, maar dat proberen we met deze actie uh, die we de afgelopen periode hebben gedaan en deze webinars. Proberen we dat te corrigeren. Waar we nu staan is dat alle handboeken gecontroleerd zijn, dat we op praktijkniveau nog tegen kleine punten aanlopen. Eh, die we op dit moment eh, corrigeren. Met het organiseren van deze webinars ronden we de werkzaamheden af en proberen we jullie uit te leggen wat er de afgelopen periode is gedaan en duidelijk te demonstreren hoe de nieuwe software werkt. Ik kom later eh, nog even terug om uit te leggen wat jullie. Eh, kunnen doen op het moment dat het handboek op dit moment nog steeds die kleine punten heeft. Dat doe ik na afloop van de demonstratie die Mans de Kogel nu gaat verzorgen. Dus ik geef het woord aan Mans. Nog even kort voor de praktijken die zijn ingelogd. Er zijn nog een aantal praktijken aangesloten op het webinar Werken met de nieuwe versie van het handboek. Iedereen die net is aangesloten, welkom. We hebben zojuist een start gemaakt. Uh, onze uh, gasten die naast ons zitten, dat is Mans de Kogel, Visoptima praktijkbegeleider en Wilco Hamoen van Spotomedics. Uh, we hebben zojuist de introductie gehad en we gaan nu ook de applicatie in. En daarbij geef ik het woord aan Mans de Kogel. Goedemiddag, ook namens mij. Uh, ik ga met jullie het uh, kwaliteitshandboek doornemen. Ik, je kunt zien dat we al zijn ingelogd. En mee, meteen centraal staat al het nieuwe kwaliteitshandboek, de versie van mei van dit jaar. Het is goed om dat kwaliteitshandboek door te nemen. U ziet meteen dat daar een uitgebreide inhoudsopgave is. En u kunt op de diverse onderdelen van de inhoudsopgave klikken, zodat u meteen komt bij het onderwerp wat u graag wil uitvoeren. Bijvoorbeeld, ik klik nu op Bewerken praktijkprocedure en dan kom ik terecht bij de uitleg van de procedure voor het bewerken van een praktijkprocedure. Het praktijkhandboek staat niet alleen meteen centraal, maar staat ook onder startpagina en onder help. En daar kunt u de werkwijze van het document uh, weer openen of downloaden. Goed, ik ga terug naar de startpagina. En ik open het kwaliteitshandboek. U ziet nu de inhoudsopgave van het kwaliteitshandboek met uh, links, het linkerscherm, de tien aandachtsgebieden van het kwaliteitshandboek met de diverse processen daaronder. Rechts staat weer, in het rechterschap staat weer het kwaliteitshandboek. Het is goed toch even om de layout door te nemen. Zoals u ziet links de processen, onderdeel van het uh, aandachtsgebied. En daaronder staat BP van praktijk, uh, basisprocedure met de datum van de laatste wijziging. Basisprocedures kunt u zelf niet wijzigen. Die worden gewijzigd door de beheerder van het handboek. Praktijkprocedures kunt u zelf wijzigen en daarnaast ziet u ook een datum van de laatste wijziging. Dan daarnaast het vakje status. De status geeft weer de status van wijziging of een praktijkprocedure is ingediend of een praktijkprocedure is gevalideerd. Dat zullen we later zien. Daarnaast zit een notepad pictogram waarbij we straks kunnen stappen naar het aanschrijven beheren. Dat komt ook later aan de orde. Ik ga met u nu de belangrijkste werkzaamheden doornemen. En dat is als eerste het bewerken van een praktijkprocedure. Ik klik op praktijkprocedure 11a. Ik heb dus nu de baasprocedure staan. Ik kan op praktijkprocedure klikken. Die heb ik dan gekregen in het rechterscherm. Ik kan bijvoorbeeld voor vergelijk ook in het linker scherm de basisprocedure zien, zodat ik dat goed kan vergelijken. Onderin, ik ga nu naar beneden, staan de gekoppelde bijlagen die gekoppeld zijn aan de basisprocedure, praktijkprocedure. U ziet ze hier staan. Naast de bijlagen ziet u een uh, pictogram bloknoot, als u daarop klikt, kunt u die bijlage u downloaden. U klikt erop en u ziet dat deze bijlage wordt geopend. Ik kan hem eventueel ook printen. Goed. Wat ook een aanbeveling is om eens te kijken naar het processchema. Het processchema, wat nu geopend is in het rechte scherm, dat geeft de diverse stappen aan in het proces. En ook op welk niveau de bijlagen zijn gekoppeld. We gaan nu een, de praktijkprocedure gaan we weer openen. En u ziet bovenaan bewerken. Ik wil deze, deze praktijkprocedure bewerken. Dus ik klik op bewerken. En u ziet nu in het linker scherm de praktijkprocedure aanpassen. Ik kan dus nu, stel ik wil de processtap 2 toevoegen, kan ik hier een tekst invoegen. Ik toets maar zo wat in. Dus ik heb nu de processtap 2 toegevoegd. Ik kan ook een processtap invoegen door op het plusje te klikken. Dan kan ik daar bijvoorbeeld één been van maken. Als extra praktijkprocedure passende bij processtap 1 van de basisprocedure. Nou, de tekst laat ik maar staan. Ik kan ook een uh, processtap wissen door op het kruisje te klikken. Dus die processtap 2 die ik net heb ingevoegd, toegevoegd, is nu gewist. Dus ik heb dus nu resterend een proces of 1b toegevoegd. Dus deze wijziging wil ik indienen bij de praktijkbegeleider. En u ziet dat rechts staan. Ik klik op indienen. Ik kan eventueel een tekst toevoegen voor de praktijkbegeleider. Van kijk er eens goed naar of wat dan ook. En dan klik ik op doorgaan. Op het moment dat ik de praktijkprocedure ter validatie heb ingediend, zoals we dat noemen, kan ik geen extra wijzigingen toevoegen. Dus ik moet wachten tot de validatie is uitgevoerd door de praktijkbegeleider. Als ik nu terug ga naar de inhoudsopgave. En ik open weer 11a, de baasprocedure. ga ik kijken of inmiddels de procedure is gevalideerd. En ik zie hier dat ik processtap 1b, wat door mij is toegevoegd, is gevalideerd door mijn praktijkbijgeleider. U ziet ook in de inhoudsopgave dat de status uh, ingediend heeft gekregen. En een wezen zou dus. Moet ik even op F5 drukken om het scherm te, te verversen? Ja. En dan komt bij de status als het goed is. Wat we proberen hier tegelijkertijd te valideren, en daar zit even vertraging We Je ziet dus nu dat bij proces dat 11 a de praktijkprocedure is gewijzigd. En de laatste wijziging is van vandaag. En dat. Is mooi. Goed. Dan gaan we verder met wat veel voorkomt. Het is het uh, wijzigen en bewerken van bijlagen. En het handigste is om dat te doen via de aandachtsgebied beheren. U komt daar vanuit het inhoudsopgave, ziet u na status het bloknootje. Als ik daarop klik, kom ik in het aandachtsgebied beheren. Dan zie ik de diverse bijlagen van het aandachtsgebied, zie ik staan, en de praktijkprocedures. Ik zou ook hier kunnen overwegen om de praktijkprocedure te bewerken, als we zo net gedaan hebben. Maar nu voor de bijlage. Ik kan hier een bijlage klikken, stel bijlage 111. Dan zie ik die openen in het rechte scherm en ik kan dus nu overwegen om die bijlage te bewerken. Ik klik op bewerken. In het linker scherm opent zich die bijlage en ik kan dus nu een, de tekst eventueel aanpassen. Dus ik zal hier. Datum van aanmelding van maken om maar een wijziging te hebben. Besef dat, Besef dat dit een online document is. En dat betekent dus dat ik het document online sta, en dat bewerken online uitvoer. Dus dat document kan ik ter plekke wijzigen aanpassen, deze toevoeging van, uh, bij datum van aanmelding wil ik opslaan. En ik dien de wijziging in. Eventueel kan ik weer een tekst toevoegen. En ik klik op doorgaan. En dan wordt het bij de praktijkbegeleider ter validatie aangeboden. Als ik terug ga naar de inhoudsopgave, hoop ik inmiddels dat de validatie is uitgevoerd. Ga ik dus weer naar onderaan. Heb ik die bijlage 111 staan? Als ik daarop klik en ik ga naar boven, dan zie ik dus dat mijn wijziging, datum van aanmelding, is doorgekomen. Dit is dus het bewerken van een online document. Ik ga weer terug naar het aandachtsgebied beheren en nu gaan we een bijlage als Eigen document. En daarmee bedoel ik een document wat u heeft staan op uw eigen computer en wat u wilt uploaden in het, in het uh, handboek. Ik kies daarvoor bijlage 151. Ik moet naar beneden scrollen. 152. De lijst met externe deskundigen. Ik zie dat er al een eigen document voor is afgeloot. Maar ik wil dat gaan wijzigen. Ik klik op bewerken. En ik kies voor eigen document. Dan zie ik dus rechts eigen document plaatsen, vervangen, openen. Ik kies voor bestand kiezen. En dan zoek ik even in mijn lijst. Dat is die bijlage. Opslaan. Dat kan even duren. Oh, dit gaat snel. En dan kan ik teruggaan naar de inhoudsopgave. Ga weer naar de procedure. Onderin ben ik benieuwd of mijn lijst. Met extern dus kundig is doorgekomen, is gevalideerd. En ik zie dat nu nog het oude document er staat. Het kan zijn dat ik even opnieuw moet openen, omdat we gelijktijdig valideren. Ik ga naar bijlage 152. Dat is helaas nog niet doorgekomen. Maar de procedure. Er wordt even actie ondernomen om hem te verversen. Ja, ik moet even verder, er zit wat vertraging in, we proberen dat ter plekke te doen en dat, uh, dat heeft even tijd nodig. Goed, we willen, dit zijn dus bestaande bijlagen wijzigen, dus die kunnen we online bewerken, maar we willen een bijlage toevoegen. Dus dat is niet de bestaande bijlage. Om een, een bijlaag, extra bijlage toe te voegen, klikken we op de groene plus bovenaan in het aandachtsgebied Beheren. En dan kan ik een titel geven: Stel, bijlage. Dus informatie over trend, uh, manuele therapie. versie. Nou, zeg versie 1. En ik kies op opslaan. Als die zo ver is, Dan ziet u in de linkerlijst u de nieuwe bijlage staan. Bijlage 141d, informatie manuele therapie. Hey, die is dus toegevoegd, maar het document is nog leeg. Als ik hierop klik, krijg ik weer het rechte scherm te zien, maar nog een leeg document. Ik kan het kiezen voor Bewerken. En ik kan overwegen om hier. Een tekstinformatie. Uh, manuele therapie. toe te voegen. En dan krijg ik een online document. waar ik tekst online invoer. en ook weer online kan wij wijzigen. Ik kan er ook voor kiezen. om daar een eigen document voor in te plaatsen. En dat is helemaal. Wat ook. Handig is om een bestaande tekst die u heeft op de computer met knippen en plakken toe te voegen. Daartoe ga ik als voorbeeld naar mijn disketten en open daar het document Manuele Therapie en ik kopieer en ik plak. Het document erin. Op deze manier heb ik snel een document gevuld. En dan ik, heb ik een document verkregen wat ik steeds online kan aanpassen. Ik kies voor opslaan. En dan wordt het weer ter validatie aangeboden aan de begeleider. Ik ga terug naar het. Handboek. En ik ga naar de ik open weer de procedure. Onderaan zie ik de bijlageprocedure. Maar de bijlage die ik aangemaakt heb, die staat er nog niet bij. Ik moet die bijlage dus eerst koppelen. Ik heb gekozen voor bijlage 141 of 1.41. Dat is een zinvolle titel, omdat ik het wil koppelen aan de algemene informatie van de patiënt. Dus als ik deze open, kan ik hier aan, aan de procedure 1.4, kan ik mijn document koppelen. Ik klik daartoe op de groene plus. Selecteer. Dan krijg ik een hele lijst. Even goed zoeken. Oh, ik, ik hoor dat u dat selecteren niet ziet, maar dat is een lange lijst. waarin ik nu op zoek ga naar die bijlage 1.4. Die heb ik gevonden. Ik klik op disketten. En de bijlage wordt dus opgeslagen. U ziet hem ook nu in die lijst staan. Op het moment dat ik dus op deze bijlage klik. zie ik hem in het scherm dus verschijnen. Dus ik heb een nieuwe informatie, een extra bijlage toegevoegd. Aan het document. Heel belangrijk is voor praktijken om documenten toe te voegen. Als ik onder beginnen kijk, zie ik dossiers. Daar zie ik mappen staan. Hier is nog geen mappenstructuur of hoofdmap of submap ingevuld, dus dat ga ik eerst doen. Daartoe ga ik naar configuratie. Intranet. Mappenstructuur. Hier zie ik weer een groene plus. Daar klik ik op. En ik kies als omschrijven van de hoofdmap beleidsplan. En jaarverslag. Ik kan nog een beschrijving toevoegen. Ik kies op opslaan. Maar ik wil graag die documenten goed onderverdelen. Ik klik nu op beleidsplan en jaarverslag. Ik kan via de groene plus eronder kan ik een submap maken. Bijvoorbeeld 2015. U ziet, nou, u ziet nu een hoofdmap en eronder de submappen. Nu zou ik wat documenten willen uploaden in de submap 2015. Daartoe ga ik terug naar startpagina. Dossiers. Ik zie nu de map die ik heb aangemaakt. Klik op het plusje. Dan zie ik onder de map 2015. En ik wil dus nu een document uploaden. Daardoor klik ik op de wereldbol. En nu ga ik een bestand kiezen. Ik heb hier al een bestand aangemaakt. Ik open en ik geef aan waar die terecht moet komen te staan. En dat is in de submap 2015. Ik kies voor uploaden. En u ziet nu dat in de map. 2015, één document aanwezig is. Om te kijken of die daadwerkelijk online is of daadwerkelijk is upload, klik op de loop. Dan opent zich het, naast het document staat het pictogrammetje van een PDF. Je klikt erop en je ziet dat het beleidplan zich opent. Zo kunt u dus allerlei documenten uploaden beleidsplan, jaarverslag, auditverslagen die deel uitmaken van het kwaliteitshandboek. Dit zijn de belangrijkste procedures, met name het bewerken van een praktijkprocedure, het bewerken van een eigen online bijlage en het bewerken van een uh, bestaande bijlage. Ik kan nog even aangeven hoe u voor de praktijk. Dus ik kies even via Configuratie Algemeen. Kunt u voor uw praktijk, voor uw teamleden, voor uw medewerkers onder Gebruikers. Inlog aanmaken voor mensen die dus uh, dit handboek moeten kunnen bekijken? Dat is als extra toevoeging. Maar dit zijn de belangrijkste werkzaamheden die ik me doorgenomen heb. Mans, tot zover bedankt voor het verzorgen van het inhoudelijke stuk van het webinar. Als ik naar de klok kijk, dan zie ik dat het half één is en liggen we goed op schema. Er is veel informatie verteld over de nieuwe werkwijze binnen het kwaliteitshandboek. We kunnen ons goed voorstellen dat er vragen zijn. Uh, wellicht zijn er ook al vragen ingeschoten uh, via uh, het control panel. Aan de rechterkant, questions. Wij gaan die even inventariseren en we zijn ongeveer met vijf minuten bij jullie terug. Tot zo dadelijk. Bedankt voor het wachten, iedereen. We zijn weer terug en we hebben de vragen geïnventariseerd. Als het goed is, uh, ziet u de vragen ook op uw beeldscherm uh, staan. Ik geef dan ook weer het woord aan. Uh, ons gast Mans de Kogel om uh, de eerste twee vragen te beantwoorden. Goed, de eerste vraag ging over: kan iedereen die inlogt ook uh, wijzigingen aanbrengen? U kunt dat uh, regelen door: als u gaat naar configuratie, uh, algemeen gebruikers, ziet u dus dat hier de mensen staan die kunnen inloggen. Als ik de therapeut voorbeeld open. Kan ik hier aangeven om de licentie welke rechten hij heeft? En als ik daarop klik, kan ik aangeven dat deze persoon de recht van medewerker heeft en heeft hij alleen maar inzage, maar kan geen wijzigingen aanbrengen. Dus de kwaliteitsbeheerder van het handboek kan dan alleen wijzigingen blijven aanbrengen. De medewerker heeft daartoe geen rechten. De volgende vraag was dat de toevoeging van een extra bijlage wat snel ging. Dus ik wil die procedure nog een keertje met u doornemen. Dus we gaan een open kwaliteitshandboek. Ik zat in het aandachtsgebied 1. Ik kan ook een ander aandachtsgebied nemen, nee stel 2 zie ik daar weer de praktijkprocedure staan en de bijlagen en ik wil nu een extra bijlage toevoegen bovenaan staat een plusje daar klik ik op en ik geef het een zinvolle titel de nieuwe bijlagen en een titel ik verzin nu even maar wat versie 1, en opslaan. Wat ik nu gedaan heb is een leeg document, een lege bijlage heb ik aangemaakt, die straks in het linkerscherm zal verschijnen, in de lijst van bijlagen. U ziet hem hier staan, bijlage 211a met die surrogaattekst. Als ik daarop klik, ziet u dat die leeg is. Ik klik op bewerken. En dan kan ik mijn tekst weer toevoegen wat relevant is voor deze bijlage. Opslaan. Nu heb ik een extra bijlage in het handboek gezegd, maar die bijlage is nog niet gekoppeld aan een praktijkprocedure. Ik ga terug naar inhoudsopgave. Ik zat in aandachtsgebied 1. Ik wil de bijlage koppelen aan de processtap, de proces 2.1. Ga naar onder. Daar staan weer alle bijlagen. En de bijlage die ik graag erbij wil hebben, die staat hier nog niet bij. Ik klik op plus. En dan krijg ik een balk selecteer. Ik heb begrepen als ik selecteer open dat jullie dat niet kunnen zien. Maar ik heb nu een hele lijst met processtappen en bijlagen. Ik zoek even de bijlage op. Dus even zoeken. Ja, hier heb ik hem gevonden. Ik heb hem gevonden en ik klik op opslaan. En dan zult je zien dat de bijlage is toegevoegd. En als ik erop klik, is dat de nieuwe bijlage toegevoegd aan het aandachtsgebied 2. De vraag is hoe zie ik de laatste wijzigingen van de bijlagen? Als ik klik op Bewerken, dan zie ik hier de datum en de tijd wanneer de laatste wijziging is uitgevoerd. En dat geldt ook voor processtappen, dat ik steeds zal zien wanneer de laatste wijziging is uitgevoerd. Natuurlijk is het zo voor technische vragen over de werking van het systeem kun je de helpdesk van, van Spot on Medics bellen of die vragen insturen via de startpagina contact met de helpdesk. En voor inhoudelijke vragen over de, eh, het handboek en de werking eh, van eh, het principe van basisprocedures en praktijkprocedures en bijlagen eh, verwijzen we je naar je praktijkbegeleider van Fysioptima dan wel eh, in praktijk. Eh, tot zover. Ik geef het woord terug aan Niels voor de afronding. Dank uh, Wilco uh, voor de afsluiting van de vragen en toelichting voor als het uh, handboek niet overeenkomt met het originele handboek. We zijn inderdaad aan het einde gekomen van het webinar. Namens onze gasten van uh, vandaag, Wilco Amoen van Spotomedics en Mans de Kogel als praktijkbegeleider van Visoptima in Praktijk, bedank ik u nogmaals uh, voor de deelname aan het webinar. En wij wensen u veel plezier met de nieuwe versie van het handboek toe. En uh, iedereen alvast een fijn weekend. Bedankt.